kijkers, ik ben Julie en welkom in de Keuken met G. Vandaag heb ik ook weer enkele recepten welke ik met jullie wil delen. En mijn allereerste recept is een pasta en het liefst een Alfredo pasta. Wat heb ik nodig? Natuurlijk mag u zelf kiezen voor welke pastasoort u wilt gaan. Ik heb hier gekozen voor tagliatelle. Hier heb ik ook wat kipfilet, natuurlijk een beetje kokrom, zwarte peper, een beetje knoflookpoeder om straks mijn vlees in te leggen, zout, parmezaanse kaas en natuurlijk mag u zelf kiezen wat u nog erbij wilt. Ik heb hier wat kleine verse tomaatjes, ik heb hier broccoli, paprika. En natuurlijk wat boter straks om het alles te frituren. En ik heb hier weer gekozen voor een rode ui, omdat het een beetje mild is. En knoflook. Aan mijn rechterzijde ziet u dat ik al een pot op vuur heb met water. En het kookt al op. Ik wil dit even zouten. Ja, ik wil wat zout erin doen en natuurlijk mag mijn pasta ook erbij of erin. Goed. En dit kunt u koken totdat hij beetgaar is. En met beetgaar, hij is een beetje chewy. Het is toch nog een beetje hard als je hem eigenlijk erin beet. Waarom? Als het overkookt is en je gaat hem daarna in de hete saus, in de hete pan, weer mixen met de saus, dan wordt hij helemaal mushy, wordt hij te zacht. En dat willen we natuurlijk hier niet hebben, dus ik ga hem uitkoeken dat hij beetgaar is. En dat is voor ongeveer 7 minuten. Terwijl dit aan de kook is, ga ik dan mijn ui en knoflook fijn snijden. Om even terug te gaan naar de geschiedenis van Alfredo pasta. U weet, pasta is eigenlijk afkomstig uit Italië. En Alfredo pasta is oorspronkelijk gewoon gemaakt van boter en wat parmezaanse kaas. Dus er komt eigenlijk helemaal geen kokroom of wat voor soort room dan ook bij kijken. Toch? En natuurlijk, de Amerikanen hebben het eigenlijk aangepast en zij hebben wat room toegevoegd. Zodoende is Alfredo pasta ontstaan. En de naam Alfredo, dus die man die in Italië die romige pasta maakte, dus gewoon pasta met boter en kaas. Hij heette Alfredo Huppel de Pup. Dus hou me ten goede, ik weet niet wat zijn achternaam is. Maar hij heette Alfredo. Zo is eigenlijk Alfredo pasta ontstaan. Dus in feite, als je naar Italië gaat, kennen ze deze romige pasta met kookroom niet. Dus dit is gewoon aangepast geworden door de Amerikanen. Een beetje geschiedenis. Goed, mijn ui is al fijn gesneden. Ik ga verder met mijn knoflook, ook heel fijntjes. Ja, Alfredo pasta is eigenlijk gewoon standaard
saus en pasta naar keuze. Niks anders eigenlijk. En natuurlijk voegt men zelf vlees aan toe, groenten naar keuze. En al die tierlantijntjes zet men. En als het ware heeft men pasta gewoon zich eigen gemaakt. Dus in die zin van dat een ieder pasta maakt op zijn of haar manier. Maar de basis is gewoon van romige, in dit geval een romige pasta. Mijn laatste knoflook. Mijn pasta checken als hij al zacht is of beetgaar is. Ik kan nog heel even doorkoken. En dan haal ik hem eruit. Gaan we verder met de saus. Ik zei het al eerder. Ik wil mijn vlees heel even inleggen. Ik heb hier wat knoflookpoeder. Zout en zwarte peper kwam erbij. Als je geen knoflookpoeder wil zetten, is het ook al fijn. Gewoon met zwarte peper en en zout. Knoflook maakt alles een beetje extra lekkerder. Dus vandaar dat ik knoflookpoeder heb gezet. Je kunt ook paprika poeder zetten als je dat lekker vindt. En dit gaan we zo meteen heel even bakken. Kan nog wat zout bij, denk ik. En dit laat ik dan heel even staan, terwijl ik mijn pasta eruit haal. Even dit schuiven.
Goed, dit is al gaar. Klaar. Zo, lieve kijkers, we gaan verder met onze saus. Maar voordat ik de saus maak, wil ik dan eerst mijn kipfilet bakken. En ik heb al wat olijfolie in de pan. En ik wil een stukje of een klontje boter erbij doen. Boter maakt ook alles lekkerder. Even de borstfilet bakken, ongeveer 4 minuten aan elke zijde. De borst is nogal dik, dus hij moet goed doorgebakken zijn.